Het is ook zo spannend in de hele hoofdklasse, bovenin en onderin. Maar laten we eens even eerst focussen op de top van de hoofdklasse B. Urk is koploper met 2 punten voorsprong op Genemuiden en RKAV. En Owen Sneek staat onderin in de hoofdklasse. De tegenstander dus vanavond voor SV Urk. Owen Sneek staat onderin en moet nog proberen om zich veilig te spelen in de competitie in de hoofdklasse B. Het is dus een hele belangrijke wedstrijd voor beide ploegen dus. Maar Benny Dunning, de aanvoerder van SV Urk, zegt: we moeten niet naar de tegenstander kijken, maar puur naar onszelf. Wij weten dat we een beter team hebben dan Sneek. Dat durf ik hardop te zeggen. En met dat idee moeten wij het veld ingaan en puur naar onszelf kijken. En of nou Sneek veilig is of niet, dat maakt mij niet zo heel veel uit. SV Urk is op dit moment de koploper en heeft tot nu toe dus de meeste punten verzameld. Maar de ploeg wisselt hele goede wedstrijden af met af en toe mindere duels. Ja! Nou, ik weet niet of je Ajax volgt, maar die hebben ook mindere dagen. Die verliezen ook thuis van Go Ahead Eagles. En dan denk je ook, hoe kan het? Elk team heeft soms een mindere dag en je moet zorgen dat je niet te vaag in hebt. En wij hebben die laatst tegen een dijk gehad. En dat was voor mij wel even voldoende om het seizoen af te maken met mindere dagen. De laatste twee duels morsten de Urkers 5 punten. Tegen laagvlieger NEC Nijkerk werd met 2-2 gelijk gespeeld. En vorige week zaterdag verloor Urk met 3-0 van Eendijk. Tegen NEC is er in principe niet veel aan de hand. Speel je geen goed voetbal, maar dan moet je wel gewoon over de streep trekken. En Eendijk was simpelweg gewoon te goed voor ons die zaterdag. En die zaterdagen heb je er ook tussen. En het is dan heel jammer dat je hem thuis met 3-0 verliest. Maar je kan beter één keer met 3-0 verliezen en morgen weer winnen. Ja, maar wat is het verschil dan tegen Eendijk die jullie verliezen? En Volendam rol je hier op met schitterend voetbal. Ja, het verschil qua teams is niet groot. Dus wij moeten een topdag hebben om van Volendam te winnen. Nou, volgens mij hadden we toen een hele goede dag. Nou, dan kun je op een score van 5-1 komen. En Volendam had die wedstrijd ook voldoende kansen om meer goals tegen ons te maken. En ja, tegen Eendijk zat het er gewoon die dag niet in. En dan zie je wel het krachtverschil met de bovenste 4 teams. Wij moeten gewoon een hele goede dag hebben, willen wij van zulke ploegen gaan winnen. Kijken of SV Urk een mindere periode heeft afgesloten en of het vanavond weer beter gaat. Het duel wordt vanavond om 8 uur gespeeld in Sneek.